Les 1. Farmstied Dilemma. Goedemorgen, Anna. Heb je het nieuws gehoord over de boerderij verderop? Goedemorgen, John. Nee, wat is er aan de hand? Is alles goed met de eigenaren? Niet echt. Blijkbaar hebben ze moeite om de boel overeind te houden. Nee, dat is vreselijk. De hele familie werkt al generaties lang op die boerderij. Ik weet het, het is echt jammer. Ze zeggen dat het gewoon niet meer winstgevend is. Dat is zo triest. Ik kan me niet voorstellen dat ze de familieboerderij moeten opgeven. Ja. En ze zeggen dat ze misschien moeten verhuizen als de zaken niet veranderen. Verhuizen, maar dat is hun huis, waar ze hun hele leven hebben gewoond. Ik weet het, het is een moeilijke situatie. Soms moet je moeilijke keuzes maken. Ik denk het wel, maar het moet verschrikkelijk zijn voor hen. Is er iets dat we kunnen doen? Nou, ik was aan het denken dat we konden proberen om zoveel mogelijk te helpen. Misschien wat van hun producten kopen. Dat is een geweldig idee. Zelfs dat soort kleine dingen kunnen echt een verschil maken. Precies. En wie weet, misschien kunnen we ze helpen een manier te vinden om de boerderij draaiende te houden. Ik hoop het echt. Dat land is al tientallen jaren in hun familie. Het zou tragisch zijn om het te verliezen. Daar ben ik het mee eens. Nou, ik ga er later heen en kijken of ze hulp nodig hebben. Ik ga met je mee. Misschien kunnen we wat ideeën bedenken om de boerderij draaiende te houden. Klinkt goed. Ik ben blij dat we kunnen proberen hen in deze moeilijke tijd te steunen. Les 2: Het avontuur wacht op je. Hallo Anna, heb je al nagedacht over onze aanstaande vakantie? Nee, nog niet. Wat had je in gedachten? Ik sta open voor suggesties. Nou, ik was aan het denken dat we deze keer iets anders konden proberen. Oh, zoals wat. Ik ben altijd in voor een nieuw avontuur. Wat dacht je van een uitstapje naar de kust? We zouden kunnen gaan snorkelen en de riffen kunnen verkennen. Snorkelen, dat klinkt geweldig. Ik heb dat altijd al willen proberen. En we zouden ook enkele van de historische bezienswaardigheden in de omgeving kunnen bezoeken. Oh, dat zou fascinerend zijn. Ik vind het leuk om meer te weten te komen over de lokale geschiedenis. En natuurlijk moeten we ook de lokale keuken proeven. Mmm, dat maakt me hongerig als ik er alleen maar aan denk. Ik ben binnen. Geweldig, ik wist dat je enthousiast zou zijn. Dit wordt de beste reis tot nu toe. Ik kan niet wachten. Wanneer vertrekken we? Ik moet beginnen met het plannen van mijn outfits. Nou, ik was aan het denken dat we over een paar weken kunnen gaan, als dat voor jou werkt. Perfect. Dat geeft me net genoeg tijd om alles klaar te maken. Klinkt goed. Ik begin met het boeken van de accommodaties en activiteiten. Klinkt als een plan. Ik ben zo opgewonden. Dit wordt een avontuur. Reken maar. Het wordt een reis om nooit te vergeten. Ik voel het. Les 3. Souvenirs kopen. Goed, Anna, onze reis komt eraan. Tijd om na te denken over souvenirs. Oh ja, ik ben zo opgewonden. Ik wil de perfecte kleine herinneringen vinden om mee naar huis te nemen. Ik ook. Enig idee waar we moeten beginnen met het kopen van souvenirs. Nou, ik heb gehoord dat er een heel schattig marktje in het centrum is met allerlei unieke vondsten. Och, dat klinkt als een goede plek om te beginnen. Wanneer wil je daarheen? Hoe zit het met morgenochtend? Op die manier kunnen we onze tijd nemen en genieten van de ervaring. Klinkt perfect. Ik ben klaar om me onder te dompelen in de lokale cultuur en enkele schatten te vinden. Hier hetzelfde. Ik vind het heerlijk om kleine winkeltjes te ontdekken en met de plaatselijke ambachtslieden te praten. Ik ook. Het is de beste manier om echt een idee te krijgen van de plek die we bezoeken. Absoluut. Bovendien is het de perfecte manier om unieke souvenirs te vinden. Zeker. Ik kan niet wachten om te zien wat voor unieke items we tegenkomen. Ik ook niet. Dit wordt echt leuk. Ik ben klaar om serieus te gaan winkelen. Haha, goed dan. Laten we er morgen een dag van maken. Ik zal je persoonlijke winkelassistent zijn. Yupi. Ik ga beginnen met het maken van een lijst van dingen die ik in de gaten wil houden. Klinkt goed. Ik weet zeker dat we echte schatten zullen vinden om mee naar huis te nemen. Les 4 Herinneringen vastleggen. Hé hey Anna, we moeten zeker onze camera's meenemen op onze reis. Oh ja, goed idee. Ik wil er zeker van zijn dat we alle geweldige bezienswaardigheden vastleggen. Absoluut. We willen foto's maken van de lokale bezienswaardigheden. Het eten, de mensen. Zeker. En vergeet niet om een paar openhartige foto's te maken waarop we genieten van de ervaring. Die zullen zeker de beste herinneringen zijn. We kunnen een heel fotoalbum maken. Ik vind dat een geweldig idee. We kunnen er zelfs een klein plakboek van maken om de reis te onthouden. Dat is perfect. We kunnen kaartjes, kaarten en kleine aandenkens die we vinden toevoegen. Oh ja, dat maakt het zo persoonlijk en betekenisvol. Ik kan niet wachten om het samen te stellen. Ik ook niet. Het zal zo leuk zijn om terug te kijken op alle herinneringen die we maken. Absoluut. En we kunnen de foto's gebruiken om ons avontuur te delen met vrienden en familie. Precies, ze zullen het gevoel hebben dat ze bij ons waren. Zeker, ik stel me nu al de ongelooflijke foto's voor die we gaan maken. Hier ook, dit wordt de reis van je leven. Ik weet het. Ik ben zo opgewonden om de cultuur te ervaren en alles vast te leggen op camera. Ik ook. Het wordt een absolute topper. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ook niet. Dit wordt het beste souvenir van allemaal onze herinneringen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we ervoor zorgen dat we genoeg foto's maken om deze reis voor altijd te onthouden. Les 5. Veiligheid voorop. Hallo Anna, denk je dat we voor de veiligheid tijdens onze reis technologie moeten meenemen? Dat is een geweldig idee. Wat voor technologie was je van plan mee te nemen? Nou, ik dacht dat een draagbare oplader erg handig zou zijn. Oh ja, op die manier gaan onze telefoons nooit dood bij ons. Slim denken. Precies. En misschien een gps-trekker of locatorapparaat, voor de zekerheid. Goed gesprek. Dat zou ons gemoedsrust geven als we ooit uit elkaar zouden gaan. Zeker. En we zouden ook enkele vertaalapps moeten downloaden. Ja, op die manier kunnen we gemakkelijk communiceren met de lokale bevolking. Absoluut. Ik wil er zeker van zijn dat we volledig uitgerust zijn. Ik ook. Het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen als we op reis zijn. Helemaal mee eens. Ik zou niet graag willen dat iets onze geweldige reis verpest. Hier ook. Laten we ervoor zorgen dat we alle technische benodigdheden onder controle hebben. Klinkt goed. Ik zal een lijst maken van alles wat we moeten inpakken. Perfect. Ik ben blij dat we zo proactief zijn wat betreft onze veiligheid. Ik ook. Met de juiste technologie zijn we klaar om te gaan. Precies. Ik heb het gevoel dat dit een ongelooflijk avontuur gaat worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we ervoor zorgen dat we volledig voorbereid zijn om ervan te genieten. Les 6: Vakantieplanning. Goedemorgen, Anna. Ben je al begonnen met het plannen van onze vakantiedagen? Nee, nog niet. Ik wilde eerst je input krijgen over de topattracties. Oké. Okay. Ik was aan het denken dat we ooit naar het strand zouden kunnen gaan. Oh ja, dat klinkt perfect. En misschien een dagje naar het museum. Zeker, ik zou graag de kunstexposities willen bekijken die ze hebben. Hier ook. En we moeten een dag reserveren voor het pretpark. Absoluut, dat wordt echt leuk. We kunnen in alle achtbanen rijden. Precies! En we mogen niet vergeten de lokale keuken te proberen. Goed punt! We zouden de beste restaurants in de omgeving moeten onderzoeken. Zeker! We moeten ons tempo bepalen, zodat we niet te vol raken. Haha, dat is waar. Ik wil niet te vol zitten om van de rest van de reis te genieten. Precies. We moeten ook ruimte laten voor eventuele spontane avonturen. Zeker, dat maakt deel uit van de spanning van vakantie. Ik vind het leuk hoe je denkt. Bedankt. Oké. Okay. Laat me beginnen met het samenstellen van een reisschema. Klinkt goed. Laat het me gerust weten als je hulp nodig hebt. Zal het doen. Ik word al opgewonden als ik denk aan al het plezier dat we zullen hebben. Hier ook. Dit wordt een geweldige reis. Ik weet het gewoon. Daar ben ik het mee eens. Ik kan niet wachten om samen geweldige herinneringen te maken. Ik ook niet. Oké, okay, ik laat je aan de slag met dat reisschema. Les 7: Het belang van duidelijke communicatie. Hallo Anna, mag ik je mening over iets hebben? Absoluut. Wat is er aan de hand? Ik heb veel nagedacht over het belang van duidelijke communicatie. Dat is een geweldig onderwerp. Ik ben het er helemaal mee eens. Het is zo cruciaal. Precies, miscommunicatie kan echt voor veel problemen zorgen. Zeker. Het kan leiden tot misverstanden en zelfs tot conflicten. Absoluut. En ik denk dat het iets is waar we ons echt op moeten concentreren. Zeker. Duidelijke communicatie helpt veel van deze problemen te voorkomen. Precies. Het bevordert het begrip en de eenheid tussen mensen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een essentiële vaardigheid in zowel persoonlijke als professionele omgevingen. Absoluut. En het is iets waar ik echt aan probeer te werken om het te verbeteren. Dat is geweldig. Zelfbewustzijn is de eerste stap. Zeker. Heb je tips om duidelijke communicatie te verbeteren? Nou, ik vind dat actief luisteren de sleutel is. En let op je toon en lichaamstaal. Dat zijn uitstekende punten. Controleren op begrip is ook belangrijk. Helemaal. Met het stellen van verhelderende vragen kom je al een heel eind. Okay. En openstaan voor feedback is cruciaal. Zeker. Het laat zien dat je bereid bent om te leren en te verbeteren. Absoluut. Ik waardeer het enorm dat je je inzichten hierover deelt. Natuurlijk, op elk moment. Ik ben blij dat we deze discussie konden voeren. Ik ook. Het is een belangrijk onderwerp dat het waard is om over te praten. Les 8: Genieten van het buitenleven. Hé hey Anna, ben je de laatste tijd naar buiten geweest? Reken maar. Ik heb optimaal gebruik gemaakt van het mooie weer. Dat is geweldig. Wat voor soort buitenactiviteiten heb je gedaan? Oh, een beetje van alles: wandelen, fietsen, zelfs wat kamperen. Wauw, dat klinkt geweldig. Ik was van plan om zelf meer naar buiten te gaan. Dat zou je zeker moeten doen. Het was zo verjongend voor mij. Ik kan het me voorstellen. In de natuur zijn is gewoon zo vredig en verfrissend. Absoluut. Het is een geweldige manier om op te laden en te ontstressen. Ik heb gehoord dat tijd buitenshuis doorbrengen je humeur echt kan verbeteren. Zeker. Er is iets aan in de frisse lucht zijn dat je opvrolijkt. Dat is geweldig. Misschien kunnen we een keer samen een wandeltocht plannen. Dat zou ik geweldig vinden. We zouden een nieuw pad kunnen verkennen en een picknicklunch kunnen meenemen. Klinkt perfect. Ik word al opgewonden als ik er alleen maar aan denk. Hier hetzelfde: we zullen onze planningen moeten coördineren en ervoor moeten zorgen. Zeker, dit is precies de motivatie die ik nodig heb om meer naar buiten te gaan. Ik ben blij dat ik je kon inspireren. Het is zo belangrijk om daar tijd voor vrij te maken. Je hebt gelijk, ik heb veel te lang binnen opgesloten gezeten. Nou, dit is het perfecte moment om daar verandering in te brengen. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Dit wordt geweldig. Les 9. Tijd maken voor jezelf. Ochtend. Ik heb gemerkt dat je de laatste tijd veel relaxter lijkt. Je hebt gelijk. Ik heb echt mijn best gedaan om op te laden. Dat is geweldig om te horen. Wat voor soort dingen heb je gedaan? Oh, gewoon kleine dingen om me te helpen ontspannen en weer op te laden voor de week. Zoals wat. Ik zou ook wat tips kunnen gebruiken om me te helpen ontstressen. Nou, ik heb geprobeerd om elk weekend een uur of twee vrij te maken. Een uur of twee, hè? Wat doe je gewoonlijk in die tijd? Het varieert. Soms lees ik een boek, soms ga ik wandelen. Ah, de natuur in, dat is goed. Ik wet dat dat veel helpt. Absoluut. Het is verbazingwekkend hoeveel een verandering van omgeving kan doen. Ik kan het me voorstellen. Welke andere kleine dingen heb je gedaan? Ik heb ook meer tijd vrijgemaakt voor hobby's die ik leuk vind, zoals schilderen. Schilderen, hè? Dat klinkt als een hele leuke manier om te ontspannen. Dat is het. Het is zo therapeutisch voor mij om gewoon te verdwalen in het creatieve proces. Ik begrijp de oproep. Ik zou waarschijnlijk zelf een nieuwe hobby moeten oppakken. Ik vind echt dat je dat moet doen. Het is zo belangrijk om die uitlaatklep te hebben. Je hebt gelijk. Ik heb de neiging om gewoon te werken. Te werken en nooit een pauze te nemen. Nou, dit is het perfecte moment om daar verandering in te brengen. Je geestelijke gezondheid zal je dankbaar zijn. Weet je, je hebt helemaal gelijk. Ik ga daar een prioriteit van maken. Ik ben heel blij dat te horen. Je verdient het om op te laden. Bedankt. Ik waardeer het dat je me hebt geïnspireerd om beter voor mezelf te zorgen. Les 10: Voorbereiden op avonturen in de buitenlucht. Hey ik was van plan je iets te vragen. Natuurlijk, wat is er aan de hand? Die wandeltocht waar je het laatst over had, gaat die nog steeds door? Absoluut, ben je geïnteresseerd om lid te worden? Je weet het, ik wilde al langer naar buiten. Geweldig. Ben je begonnen met het samenstellen van je spullen? Eigenlijk nog niet. Ik hoopte dat je me wat tips kon geven. Natuurlijk. Laten we eens kijken. Een goede rugzak is essentieel. Ah ja, ik heb zeker een nieuwe nodig. Eventuele aanbevelingen. Nou, ik hou echt van degene die ik heb. Het heeft geweldige ondersteuning. Dat klinkt als een geweldig idee. Dat moet ik even nakijken. En vergeet ook een paar goede wandelschoenen niet. Juist, goed gesprek. Mijn huidige zijn behoorlijk versleten. Comfort en tractie zijn cruciaal als je op de trails bent. Hmm, misschien kom ik dit weekend wel langs bij de outdoorwinkel. Klinkt als een plan. Laat het me weten als je nog andere tips nodig hebt. Dat zal ik doen. Bedankt Anna. Ik krijg zin in deze reis. Ik ook. Het wordt zo'n geweldige kans om tot rust te komen. Absoluut. Net wat ik nodig heb om de batterijen op te laden. Precies. Dit wordt het perfecte avontuur. Kan niet wachten. Ik zorg ervoor dat ik de juiste spullen insla. Les 11: Vikingen en Turkije. Hallo, ik heb een interessante historische vraag voor je. Oh, ik vind het leuk om over geschiedenis te leren. Waar denk je aan? Weet je hoe we het laatst over de Vikingen hadden? Ja, ik herinner het me. Die Noorse zeevarenden die zoveel hebben verkend. Goed, ik vroeg me af of de Vikingen ooit naar Turkije zijn gekomen. Dat is een geweldige vraag. Voor zover ik weet, is er bewijs dat ze dat hebben gedaan. Echt, ik wist niet dat de Vikingen zich zo ver naar het zuiden hadden gewaagd. Absoluut. Turkije, of in ieder geval delen ervan, lag binnen hun bereik. Fascinerend. Waarom wilden ze die regio verkennen? Nou, de vikingen stonden bekend om hun honger naar nieuwe ontdekkingen. Ik snap het. En wat hebben ze precies gevonden toen ze in Turkije aankwamen? Volgens verslagen zijn ze in aanraking gekomen met een levendige, welvarende beschaving. Wauw, ik durf te wedden dat dat nogal een cultuurschok was voor die Noormannen. Inderdaad. Het contrast tussen de Vikingmaatschappij en de Turken moet groot zijn geweest. Ik kan het me alleen maar voorstellen: hebben de Vikingen daar uiteindelijk veel invloed gehad? Niet zoveel als in sommige andere regio's, maar ze hebben wel handelsbetrekkingen opgebouwd. Interessant. Ik zal meer moeten lezen over de aanwezigheid van de vikingen in Turkije. Zeker, het is een fascinerend hoofdstuk in de geschiedenis van die zeevarende ontdekkingsreizigers. Okay. Bedankt voor het delen van je kennis. Ik heb vandaag iets nieuws geleerd. Les 12: Spookachtig Halloweenplezier. Hey Anna, ben je enthousiast voor Halloween dit jaar? Reken maar. Ik hou ervan me te verkleden en het griezelige seizoen te vieren. Hier, hetzelfde. Mijn broer gaat helemaal los met zijn kostuum. Oh echt. Hoe is hij van plan zich te verkleden? Een skelet. Hij werkt al weken aan het kostuum. Dat klinkt zo cool. Skeletten zijn klassieke Halloween-kleding. Ja, hij houdt echt van de hele griezelige, benige look. Ik weet zeker dat hij er fantastisch uit zal zien. Hoe zit het met jou? Wat is jouw kostuum? Nou, aangezien mijn broer gek is op eng, dacht ik dat ik voor iets leukers zou gaan. Oh, wat is dat? Hou me niet in spanning. Ik verkleed me als bruid. Een bruid, dat is zo'n leuke, onverwachte keuze. Ik weet het, toch? Ik dacht dat het een mooi contrast zou zijn met zijn skelet. Ik vind het geweldig. Je zult er zo mooi uitzien in een trouwjurk. Haha, dat is de beste soort. Ik weet zeker soort. dat ik een heel Bij onconventionele bruis zal om zijn het omarmen van het ongewone. Precies. We kunnen er net zo goed gek, griezelig plezier mee hebben. Les 13: De wereld vooruit helpen. Joanna, ben je de laatste tijd op de hoogte gebleven van het nieuws? Je weet het, er gebeurt altijd wel iets interessants in de wereld. Helemaal. Als particulier heb ik het gevoel dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk te helpen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Zelfs als onze individuele acties klein lijken, kunnen ze een groot verschil maken. Precies, we zijn misschien geen politici of wereldleiders, maar we kunnen nog steeds ons steentje bijdragen. Absoluut. Wat voor dingen heb je gedaan om de wereld vooruit te helpen? Nou, ik probeer zoveel mogelijk vrijwilligerswerk te doen, al is het maar een paar uur per maand. Dat is geweldig. Wat voor soort vrijwilligerswerk doe je? Ik heb geholpen bij de plaatselijke voedselbank, parken opgeruimd en zelfs huizen gebouwd voor mensen in nood. Wauw, dat is zo bewonderenswaardig. Elke hulp telt echt. Zeker, en het is zo lonend, weet je, zien welke impact je kunt hebben. Ik kan het me alleen maar voorstellen. Ik heb ook geprobeerd mijn steentje bij te dragen, op kleinere manieren. Zoals wat, ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën om mee te doen. Nou, ik probeer mijn afval zoveel mogelijk te recyclen en te verminderen. Dat is geweldig. Alle beetjes helpen als het om het milieu gaat. Zeker. En ik doe ook mijn best om lokale bedrijven en goede doelen te steunen. Mooi. Dat is een geweldige manier om iets terug te doen voor je gemeenschap. Precies. Als burgers zijn we misschien niet in staat om de wereld van de ene op de andere dag te veranderen. Maar we kunnen zeker ons steentje bijdragen om er een betere plek van te maken, stap voor stap. Les 14. Budgetvriendelijke opties. Ochtend. Ben je de laatste tijd op zoek naar nieuwe apparaten? Je weet het, ik ben op zoek naar een nieuwe koelkast. Geweldig, heb je geluk om er een te vinden die bij je budget past? Eigenlijk wel, ja. Ik heb dit geweldige model gevonden dat redelijk geprijsd is. Dat is geweldig om te horen. Hoeveel kost een nieuwe koelkast? Het is ongeveer 400 dollar, wat zeker binnen mijn prijsklasse ligt. Wauw, dat is echt een goede deal. Waarom heb je die gekozen? Nou, het heeft alle functies die ik nodig heb en de recensies zijn fantastisch. Ah, ik snap het. Het klinkt alsof je je onderzoek hebt gedaan. Goed gesprek. Zeker. Ik wilde er zeker van zijn dat ik de beste waar voor mijn geld kreeg. Slimme zet. Het is zo belangrijk om dat evenwicht te vinden tussen kwaliteit en kosten. Absoluut. Ik wil tegenwoordig de meeste waar voor mijn geld krijgen. Ik hoor je. De economie is een beetje ruw geweest, dus elke dollar telt. Zeker, ben je zelf op zoek geweest naar nieuwe huishoudelijke artikelen? Eigenlijk wel, ja. Ik wil mijn oude koffiezetapparaat vervangen. Oh, heb je er een gevonden die je leuk vindt en die bij je budget past? Ja, ik heb deze hele mooie gevonden die slechts ongeveer 50 dollar kost. Wauw, dat is een koopje. Waarom ben je daarvoor gegaan? Nou, het heeft alle functies die ik nodig heb en de recensies zijn geweldig. Klinkt perfect. Het geeft zoveel voldoening als je een product van hoge kwaliteit vindt voor een redelijke prijs. Helemaal. Je moet dol zijn op die budgetvriendelijke, maar betrouwbare opties. Les 15. Hallo op Anna. Ben je op Tech de top. hoogte gehouden van de laatste technische trends? Je weet het, ik ben altijd op zoek naar de nieuwste gadgets. Hier ook. Is het je opgevallen hoe computers tegenwoordig zo'n groot deel van entertainment zijn geworden? Zeker! De vooruitgang op het gebied van graphics, film, video en audio heeft de gebruikerservaring echt veranderd. Absoluut! Het is verbazingwekkend hoeveel computers nu kunnen doen in vergelijking met een paar jaar geleden. Helemaal. De integratie van hoogwaardige beelden en multimedia heeft computers veel aantrekkelijker gemaakt. Zeker. Het is alsof ze meeslepende entertainmentplatforms zijn geworden. Precies. De grens tussen computers en traditionele entertainmentmedia is echt aan het vervagen. Jep, het is gek hoeveel computers tegenwoordig kunnen doen. Het is bijna alsof ze een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden. Zeker, ik kan me geen leven voorstellen zonder alle technologie waar we nu toegang tot hebben. Ik ook niet. Het is nogal wild om te bedenken hoezeer het allemaal is geëvolueerd. Absoluut. Het tempo van technologische vooruitgang is gewoon verbijsterend. Geen grapje. Ik vraag me af wat het volgende grote ding zal zijn in de technische wereld. Dat is een geweldige vraag. Ik ben erg benieuwd waar computers en technologie vanaf hier naartoe gaan. Hier ook. Het is een spannende tijd om een techliefhebber te zijn, dat is zeker. Zeker. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor de wereld van technologie. Ik ook. Het wordt fascinerend om te zien hoe het zich allemaal ontvouwt. Les 16. Oefening baart kunst. Ochtend. Ik heb de laatste tijd veel Engels geoefend. Dat is geweldig. Hoe gaat het met je praktijk? Het is erg nuttig geweest. Ik heb het gevoel dat ik nieuwe woorden en zinnen beter onthoud. Dat is geweldig. Consistente oefening is essentieel voor het verbeteren van je Engelse vaardigheden. Zeker. Ik heb geprobeerd het in mijn dagelijkse routine op te nemen. Dat is een slimme aanpak. Kleine, regelmatige oefensessies kunnen een groot verschil maken. Precies. Zelfs slechts 15, 20 minuten per dag tellen in de loop van de tijd op. Helemaal. En het helpt om wat je hebt geleerd te versterken. Toch? Absoluut. Ik heb het gevoel dat ik meer vertrouwen krijg in mijn gespreksvaardigheden. Dat is geweldig om te horen. Zelfvertrouwen is zo belangrijk bij het leren van een nieuwe taal. Zeker. Ik begin echt te genieten van onze kleine Engelse oefensessies. Ik ook. Het was leuk om te praten en elkaar te helpen beter te worden. Zeker. Ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om met mij hieraan samen te werken. Natuurlijk. Ik niet de waarheid. Ik help altijd graag een handje beter voorbereid om mijn vaardigheden te kunst. gebruiken in situaties uit de echte wereld. Dat is fantastisch. Ik weet dat al je harde werk vruchten zal afwerpen. Ik hoop het echt. Bedankt dat je zo'n geweldige oefenpartner bent. Les 17. Noem me misschien Yo, ik heb een vraag voor je over telefoonetiketten. Hallo daar. Natuurlijk, waar denk je aan? Nou, ik was laatst aan het werk en werd gebeld, maar ik zat midden in iets. Ah, ik snap het. Wat heb je uiteindelijk in die situatie gedaan? Ik wilde het niet zomaar naar de voicemail laten gaan, dus vroeg ik de persoon of hij of ze kon wachten. Ah, dat is een gebruikelijke aanpak. Wat gebeurde er daarna? Ik vertelde hen dat ik het gesprek moest doorschakelen naar mijn mobiele telefoon als dat goed was. Goed nagedacht. Op die manier kun je het gesprek zonder onderbreking voortzetten. Precies. Heb je nog andere tips voor het afhandelen van dergelijke gesprekken? Nou, een andere optie is om gespreksopname te gebruiken als uw kantoor over die functie beschikt. Oproep opnemen: Ik ben daar niet bekend mee. Kun je het uitleggen? Hiermee kunt u een oproep beantwoorden die rinkelt op de bureautelefoon van een collega. Oh leuk, dat zou van pas kunnen komen. Voorkomt dat u hoeft over te stappen. Jep, het is een superhandige functie. Zorg ervoor dat u de beller hiervan op de hoogte stelt. Goed punt. Ik wil niet dat ze verward raken over wie ze hebben bereikt. Zeker. Communicatie is essentieel bij het afhandelen van telefoongesprekken op het werk. Zeker. Bedankt voor de tips. Ik voel me nu beter voorbereid. Ik help je graag verder. Laat het me weten als je nog andere telefoongerelateerde vragen hebt. Zal het doen. Ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om me daarbij te helpen. Les 18: Verjaardagen vieren. Jo, ik heb gehoord dat je binnenkort jarig bent. Heb je nog leuke plannen? Hallo daar, ik ben eigenlijk een klein verjaardagsfeestje aan het plannen. Mooi, dat klinkt geweldig. Wat voor dingen heb je in gedachten? Nou, ik was aan het denken om een kleine bijeenkomst te houden met een paar goede vrienden. Geweldig, dat wordt leuk en gezellig. Ga je een taart eten en zo? Absoluut. De kaarsjes op de taart uitblazen is zo'n mooie traditie. Het is zeker een van de beste onderdelen van een verjaardagsfeestje. Heb je een speciale taart in gedachten? Ik denk erover om een klassieke chocoladetaart te kopen. Het is mijn favoriet. MMMM, je kunt niet fout gaan met chocolade. Ik wed dat het heerlijk zal zijn. Ik hoop het. Ik ben ook van plan om leuke gezelschapsspelletjes en activiteiten te doen. Oh, zoals wat! Die kunnen een verjaardagsfeestje nog memorabeler maken. Ik was aan het denken om een trivia-spel te doen, of misschien zelfs wat karaoke. Karaoke, hè? Dat zou interessant en hilarisch kunnen worden. Haha, precies. Het zal een goed moment zijn, ongeacht wat we uiteindelijk gaan doen. Ik weet zeker dat dat zo zal zijn. Ik wou dat ik erbij kon zijn om mee te doen aan het plezier. Je bent van harte welkom om te komen. Hoe meer, hoe beter voor een verjaardagsfeest. Ah, ik waardeer de uitnodiging, maar ik heb die dag een voorafgaande toezegging gedaan. Helemaal geen zorgen. Misschien kunnen we het een andere keer samen vieren. Zeker. Fijne vroege verjaardag. Ik hoop dat je een fijne dag hebt.